Hey, weet je nog? Ik heb hier weer wat aan gedaan. Er is weer een deel van. En toen wilden we het er net inzetten en dacht ik, oh kak. Hij gaat gewoon niet open. Ik snap echt niks meer van de pakketdiensten. En ik zou nu een hele chill dag van aan het maken. Oh, ben jij het verstoppen? Deze heeft gewonnen. Deze avond was weer geslaagd. Welkom bij de volgende vlog. Het is vandaag, even denken aan zaterdag. En ik heb eigenlijk niet goed geslapen. En ik heb, ja. En nu ga ik even een ontbijtje maken. Waar begin je mee? Je begint met een pakje en lepel te pakken. Lepel erbij. Dan heb je nodig deze van Jojovla. Van Optimum. Boterhamkorrels, donker. Oh, en dan moet ik even. En de lekkerste siroop. Cassisil fruitsiroop bereid uit vruchtenmix. Dan begin je eerst met de yoghurt te schudden. Doe dan in een bakje. Zet je de yoghurt even terug in de koelkast. Dan gaan we door met de hagelslag. Maar eerst, als je wil, mag je de yoghurt heel netjes maken. Dan ga je dus even de hagelslag doen. Ik doe hem zo door de helft delen. Zo. Die is een helftje gedaan. Met een klein beetje siroop. Klein beetje? Zo. Ja, siroop zit erin. Lekker erin. En je heerlijke eten is klaar. Nou, dus dit is hoe het er dan een beetje uitziet. Het smaakt super lekker. Goedemorgen. Het is zaterdag en ik vind de dag. Ja, maar mag ik? Oh, maar ik mag wel goedemorgen zeggen toch, Mo? Ik weet dat je al gevlogd hebt, want daar was ik bij. Weet je nog? Maar het is zaterdag en we doen het lekker rustig aan. Ze hebben lekker een pyjama-ochtend. Geen pyjama-dag? Nee, geen hele pyjama-dag. Sowieso heb ik vanavond natuurlijk ook visite. Dus ik moet me sowieso aan gaan kleden. En misschien als het weer lekker is, gaan we even naar buiten. Nou, maar ik heb wel een goed idee, mama. Oh, nou, maar ik vind het wel een goed idee. Even frisse lucht, als er een beetje een zonnetje is. Is goed voor je. Dan ga ik wat anders verzinnen, denk ik. Oké? Okay? Maar wat gaan we dan doen, mama? Weet ik nog niet. Maar het komt... Binnen blijven. Lekker binnen blijven. Lekker lui doen. Ja. Lui lucky. Ik wil gewoon heel graag niet blijven. We gaan wel kijken. Misschien ben je dadelijk ook wel zat. Ik heb hier weer wat aan gedaan. Dat was even nodig. Ik heb me aangekleed. Deze top. En ik... Ik weet niet wat het is de laatste tijd. Ik heb volgens mij label dementie. Deze van Typhoon. Broek Levi's en lekker pantoffeltjes. Want voorlopig regent het en gaan we de deur toch niet uit. Sarah is nog lekker beneden pyjama dag aan het houden. Zo, en ik heb net mijn haar gewassen. Dat was echt zo verschrikkelijk nodig. Mijn haar. Ik probeer het altijd buiten de schooldagen om te wassen. Want dan heb ik gewoon meer tijd. En eigenlijk moest het gisteren al echt gebeuren. Maar ik had echt gezien, nee, uitstellen. Dus het is nu eindelijk lekker gewassen. Er is weer een deel van Sarah's bestelling binnengekomen. Maar het komt ook in delen. Nee. Oh, moet je even aan de andere kant als het een deel. Oh. Spannend. Wat is het? Kom. Ja, maak hem maar voorzichtig open. Je moet hem zo meteen wel even passen natuurlijk. Kijken of hij goed zit. Maar dat ga ik nu nog niet doen. Nee, straks. Klaar, op de dag. Is goed. Want ik wil zo naar het toilet. En dat doet Jan dag. Als ik dan ook ga. Oké, laat hem eens zien. Hij is echt heel cool.
Hij is maar wel heel klein. Nee, dat lijkt maar zo hoor. Kijk dan. Nee, dat lijkt maar zo. Zie je, dat is zo'n stofje wat heel erg rekt. Ja. Hij is wel echt heel leuk. Ze heeft een badpak. Ja, maar hij hangt ook wel heel laag zo. Vind je hem leuk? Ja. Vind het echt een heel leuk kleurtje, een heel leuk stofje. Kijk. Dus dit is echt heel leuk. Dus eigenlijk, deze is ook wel leuk om, zeg maar, als soort van bikini te dragen. Met gewoon naar het strand of zo. Niet alleen per se voor zwemles. Hij is echt heel leuk, Sarah. Heel leuk. En van de zomer, als het warm is, loopt Sarah toch het hele... Van de zomer loopt Sarah toch het liefst heel de dag in haar zwemkleding. Dus dan hebben we altijd wel aardig wat daarvan. En dan even mijn broek. Wat doe jij? Oké. Okay. Ik denk, wat voel ik opeens? Wat ben je aan het doen? Ben je gekkie? Je bent een gekkie. Gekkie. Je bent een gekkie met een lekker bekkie. Oh ja, we hadden een beetje pasta van gisteren bewaard. Maar de knop van nog wel. Nee, die knop die doe je in. Maar die doet niks. Dus ik denk dat er een veertje los is. Oh, gaan we het laten zien? Ja. Oké, gaan we het laten zien. Kijk, als je op de knop drukt, je hoort het ook. Dus ik denk dat er een veertje zit wat los is. Dus, maar dat wist ik al. Maar dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. En toen wilden we het er net inzetten. En dacht ik, oh kak. Hij gaat gewoon niet open. Want hij is leuk straks. Ik ga nu Sarah de haar ontglitten. Even de stukjes doen die normaal zijn. Maar echt, er zitten zo verschrikkelijk veel klitten in haar. Mama. We hebben wel een anti-klitborstel. Niet diep, hè? Natuurlijk kan je het een beetje voelen, maar ik doe het heel voorzichtig. En ik heb deze voor als het echt te erg stukjes zijn. Want hier zag ik een aardige knoop ergens. Ja. Zie je? Dit is echt een knoop. Kijk. Kun je het zo zien? Dus daar ga ik die wel even op doen. En dan zou dat moeten helpen. Ik gebruik het eigenlijk zelf nooit echt. Ik heb het een keer gekocht voor Sarah, maar het is niet dat we het heel vaak gepakt hebben, hè? Ja. Volgens mij gaat het wel makkelijk, hè? Ja. Ik hoor er wel vaker mensen over. Maar eigenlijk heb ik het nooit echt uitgetest. Ja, ik doe maar voor mijn ogen. Oh. Dan doe ik litten minder pijn. Nee, een soort van. Heb je klitten in je ogen? Nee. Oh, je haar wordt echt lang. Zeker als ik het zo borstel, krult het natuurlijk altijd omhoog. En nu zie ik hoe lang het is. Tot hoever? Moet je even rechtop gaan zitten. Als ik het dan uittrek, dan is het helemaal tot hier al. Wow. Ja, lang hè? Bijna bij mijn billen. Een beetje draaien. Ik wil dat mijn haar tot de grond komt. Kijk, het is echt wel heel lang zo. Zie je? Alleen, jouw haar krult van zichzelf omhoog. Dus dan lijkt het of het maar tot hier is elke keer. Maar dat is het niet. Nee. En zo. Je hebt zo'n mooi haar, vind ik. Hele mooie kleur. Ik ben een beetje jaloers op jouw haar. En het is ook iets stugger. Mijn haar is heel glad van zichzelf. En dat is lastig om dingen te doen. Maar jij hebt veel stugger haar. In ieder geval veel stugger, niet heel stug, maar dan heeft het meer grip als je er bijvoorbeeld krullen in zet of zo. En dat kan gewoon met jouw haar. Dus dat gaan we binnenkort wel weer een keertje doen, hè? Vind jij leuk? Ja. Zo. Dat kunnen we morgen doen. Misschien morgen wel zo. Ja, want dan kan ik op maandag met mijn krullen naar school. Ja. Dan moet je het vanavond even goed wassen. En dan kan dat eventueel. Als we tijd hebben. Want als je niet opschiet in de ochtend, hebben we geen tijd. Waarom dan? Omdat we ook weg gaan morgen. Waar naartoe? Naar Saraya. Oh, leuk. Gaan we lekker spelen, gaan we lekker hangen aan Chilla. En dat dan ja. Ja, of die is naar het paard. Dat kan ook, hè. Ik snap echt niks meer van de pakketdiensten. Maar ik heb dus nog een pakketje. Ook van de Zalando, maar andere bezorger. Dit is van mij. Dit heb ik besteld. Ik ben namelijk nog steeds bezig om mijn collectie weer een beetje normaal te krijgen. Ik heb deze besteld van Heideman. En dat zijn... Zie je dat zo? Oh, dat komt een beetje raar uit zo. Deze vond ik echt heel tof. Nou, ik denk, hè, dit zit echt heel raar. Maar die sluitingjes zitten ernaast. Nu het zakje nog open krijgen. Maar met mijn afbrokkelende nagels. Ik
Het zit in een zakje en weer in een zakje. Heel apart hoe het zit ingepakt. Even kijken. Maar ik vond deze echt heel tof. Kijk, deze oorbellen. Ik zal even eentje in doen om het te laten zien. Ik had vorige keer ook vrij grote oorbellen, maar die waren echt te zwaar. En ik heb dat uitgescheurde gaatje. Kijk, deze zijn zo. En deze zijn dus niet heel zwaar. En ik vind ze wel echt tof. Alleen vind ik ze niet leuk bij wat ik aan heb vandaag. Dus ik leg ze wel in de kast, maar ja, helemaal leuk. Hier ben ik dus wel heel blij mee. Ik ga ze wel uit plastic halen en gewoon in het doosje erin doen. Dit is alleen een doosje. Ik kan ze er alleen inleggen. Ik kan ze niet in dat dingetje doen. Dat doe ik normaal graag, maar die gaatjes zitten in het midden. Maar deze zijn natuurlijk te groot daarvoor. Dus liggen er nu gewoon zo in. Maar ik bewaar altijd wel alles netjes in de doosjes. Dus deze gaat in de kast zo. Ja, dan ga ik snel, want ik was weer even wat was aan het opruimen. Dus dat ga ik ook even doen. En Sarah is nog steeds heel druk bezig met de pyjama dag. Die heeft helemaal naar de zin vandaag. Dus dat moet ook een dagje kunnen. En ik zijn er een hele chill dag van aan het maken. Oh, ben jij aan het verstoppen? En we hebben net de Bellinga's, want we kijken de verhuisreeks samen. Die hebben we gekeken. En nu gaat Sarah nog even spelen. Doe ik even een paar dingetjes opruimen in de woonkamer. En dan gaan we zo al koken. Ga je me helpen met koken vandaag? Mama, eigenlijk weet ik dus niet wat ik moet spelen. Ga je kijken op zolder? Je hebt er heel veel staan. Met je Barbies, of met je poppen, of met je Lego, of met je LOL's, of met je Fingerlings, of auw, met je servies. Wat heb je nog meer staan? Servies, ik heb geen servies. Jawel, je hebt allemaal van die keukenspulletjes. Stom. Of met je numnoms, die heb je ook nog staan. Dat kan ik niet vinden, want dat zit in vier bakken. Nee, dat zit bij de Fingerlings en de LOL in de la. Dat weet ik zeker, want ik heb het zelf ingedeeld. Maar ik wil bij jou blijven, lieve. Ja, maar ik ga ook opstaan. We zijn dus aan het koken. En ik moet dit blik kapucijnes erin doen. Ik dacht opeens bonen. Zijn bruine bonen, maar het zijn kapucijnes. Dit is trouwens, want ik had het sap weggespoeld. Valt deze eraf? Echt, sometimes hate my life so much. En nu heb ik een soort van open. Oh, je ziet het niet. Dan wil de onderste laag bonen er gewoon niet uit. Echt. Help, ik word gek. Oh, lekker donker. Maar het is me eindelijk gelukt. Ja. Om en. Kelly zijn er. Kelly is maar haar aan het doen, hè? Ja, en Nou weet ik nog niet wat ze maakt. Dus ik heb gezegd, doe maar wat. Spel. Leef je uit. Klaargelegd, hoe heet het spel? Kolonisten van Catan. Al zullen de meeste mensen dat wel meteen herkennen. Ja. Iedereen die van spelletjes houdt, kent het. Maar ik, Sarah. Hallo. Ja. Hier ben ik. Yep. Oh ja, het was niet even om het filmen, maar ik heb het gewoon nog nooit gespeeld. Erg, hè? Ja. En ik ben van spelletjes. Nee. Ja, ook knap. Dit zijn de kaarten. En nu heb ik hem, dus nu had ik echt zoiets. Ik wil deze wel echt spelen. En jij wilde de Black Stories en jij wil ja, het Verboden Eiland. Ja, dus. Die. Dus het spel zo'n beetje. Mama speelt. We gaan zo dat spel spelen. En daarna gaan ze lekker door met andere spellen. En ik ga dan lekker even nog lezen en daarna slapen. Deze heeft gewonnen en dat komt door deze, die niet geloofde dat ze hem moest blokken. Wat ik zei al, hij gaat winnen. En nu gaan we... Kan toch niet Orlando blokken? Natuurlijk wel. Nee. Black Story Shit Happens Edition spelen. En Orlando mag dan iets voorlezen en wij moeten het gaan raden. Ik wil even terugkomen. Ik heb gewoon gewonnen omdat ik het goed deed. Nee, omdat Kelly mij blokte. Ja. Ja, maar als ik hem blok, ga je dadelijk mij. En ik dan moet naar huis lopen. Ik kan ook jou blokken. Nee, ik heb een logeerbed. Dus waar maak je het druk om? Kleding, zwerftandenborstel. Maakt niet uit, ik heb alles. Ik kan zorgen dat je in je eigen bed kan slapen. Mijn logeerbed is heel luxe. Luxer dan mijn eigen bed. Maar mijn eigen bed is ook wel lekker. Mijn logeerbed ook. Hé, dit werkt. En je drinkt wijn, dus maakt je echt niet uit. Oké, tell me. Door vol te houden... veranderde een sportvisser in een langslaper. Even denken. Heeft het iets te maken met een hele grote vis? Nee. Jij mag een vraag stellen. Kijk aan. Een sportvisser...
Het scenario wat ik in mijn hoofd had, heb je fysiek met je nee. Ik had een heel verhaal gelijk in mijn hoofd. Ja. Door vol te houden werd een sportvisser een langslaap uit me afgelegd. Hij is sowieso doodgegaan. Was die aan het vissen? Ja. Oké. Okay. Was hij alleen? Ja. Ik heb het verhaal. Oké, okay, als je een fout hebt, gaat hij naar de tas. Of niet exact te zijn, maar er zijn een paar belangrijke punten die terug horen. Deze man is gaan vissen. Hij heeft zo lang op een vis gewacht. En hij kwam maar niet. En hij kwam maar niet. Dat hij op een gegeven moment dood is gegaan. Hij heeft zo lang gewacht. Geen eten, geen drinken. Hij heeft zo lang gewacht op die vis. Daarom is hij dood gegaan. Fout. Ah. Yay, ik heb een punt met niks. Deze man heeft zo lang lopen vissen dat het op een gegeven moment al s'avonds laat was. Toen besloot hij te gaan slapen op het strand. Is hij gaan slapen onder zijn auto. Toen werd het vloed. Het vloed spoelde het zand onder zijn wagen weg, waardoor de wagen naar beneden zakte op hem. Ja, dat je het even weet. Deze avond was weer geslaagd. Ik vond de spellen echt leuk. Die tweede was gewoon vooral grappig. En we hebben het niet helemaal volgens de regels gedaan. In ieder geval, sommige dingen waren niet heel erg duidelijk in de regels. Dus dat hebben we gewoon zelf opgelost. Maar ja, ik zeg altijd, zolang je allemaal voor dezelfde regels speelt, dan is het goed. En we proberen gewoon het te raden als team, zeg maar. En deze had ik dus nog nooit gespeeld. En het is een heel bekend spel. En ik vond hem ook echt leuk. Alleen nu zit alles goed in de doos. En ik had hem tussen de kasten gezet. Maar ja, als ik die nu weer zo neerzet, dan valt alles uit de doos. Ik dacht, ik ga nog even tv kijken en zo. Het is wel iets later. Ik had eigenlijk geen zin meer om nu te gaan editen. Maar ik ben gewoon moe. Dus ik ga lekker naar mijn bed toe. Ik denk wel een goed plan van mezelf. Het is ook 11:45, dus het is geen rare tijd. Ik heb net alles eerst opgeruimd en zo. En toen had ik nog tegenzet. En ik heb wel mijn beelden ingeladen op de computer. Om lekker uit mijn woorden. Maar ik had gewoon niet het fut en de zin om te editen. Toen dacht ik, ga ik even tv kijken. Maar ik weet niet, ik heb er gewoon zin in. Dus ik ga lekker mijn bed in. Iedereen slaapt ook al. Dus ik zo ook. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.